de particuliere vervoersdienst is ontstaan omdat er een mobiliteitsvraagstuk lag. Hè, van hoe gaan we nou om met de vraag van ouderen en met name ook op het gebied van begeleidingsvragen. Busjes aanschaffen is vaak een hele dure aangelegenheid, ook nog eens de exploitatie. Dus we zijn meer gaan kijken van hoe kunnen we nou de kansen benutten die de samenleving biedt. Dus gewoon buurtgenoten, burgers, hun eigen auto inzetten met hun eigen tijd en die proberen te matchen, mensen die daar graag aan mee willen helpen, matchen aan ouderen die die behoefte hebben. Goedemorgen, Kees Trommel, BVO Maassluis. Ja? Ja, goedemorgen, je spreekt met de BVO. Maassluis met Louise. Oké, en waar wilt u naartoe? Naar Vlietland. En die mevrouw die moet naar de therapie in de vloot. Het concept is eigenlijk heel eenvoudig. Een gemeente doet mee, die formeert een vrijwilligersteam met een computer en een telefooncentrale. Dat betekent dat een oudere die een begeleidingsbehoefte heeft, die belt naar die centrale 's morgens. 10 uur ophalen, 5 uur weer terug. De mensen van de centrale matchen de meneer of mevrouw met een begeleider-chauffeur en klaar. En dan wordt zowel de chauffeur als de ouderen teruggebeld van de matches gemaakt. En op dat tijdstip staat de chauffeurbegeleider voor de deur. Goedemorgen mevrouw van 't Hart. Ik ben van de BVO, Henny van Meel. Oh, hij is lekker hoog deze auto. Nou, we zien bij bijna alle gemeenten die nu deelnemen, zien we de behoefte bij ouderen. Nou, in 7 van de 10 gevallen naar een dokter. Begeleiding om naar een dokter te gaan of naar een ziekenhuis. Het maakte me altijd een beetje zenuwachtig van hoe kom ik daar, hè? Ja, ja, van heb ik een afspraak en hoe moet dat nou? En nou, het is nu een kwestie van bellen. Ja. Mensen hebben die arm nodig, weten ook vaak niet waar ze moeten zijn. En dan is het ideaal als je even iemand bij je hebt die je de weg kan wijzen. Het is de extra service die wij verlenen, hè? Die arm om naar binnen te gaan. Nou, dat vind ik zo fijn, want als ik bijvoorbeeld in een ziekenhuis, ik zou me geen raad weten waar ik naartoe zou moeten. Nee. En over een half uurtje ben ik bij je terug, dan kom ik je weer halen, ja? Ja, prima. Maar daarnaast maken mensen ook gebruik van deze dienst om naar familie te gaan, wat anders ook niet kon. Is dat voor een medisch bezoek of zo in het Vlietland? Nee, niet naar het ziekenhuis. Oké. Ik ga naar mijn dochter. Die is jarig. Oh, verjaardag. Mooi. Mensen kunnen weer naar een voorziening, ook ergens een hapje gaan eten, waar ze ook weer andere mensen kunnen ontmoeten. Dus het heeft op allerlei fronten een heel sociaal aspect. Mevrouw Bokshoorn, met Ed, uw chauffeur vandaag. Ik ga u vandaag wegbrengen naar Schiedam, hè, gaat u? Ja, ik ga naar Schiedam. Ja. Ik ga naar mijn dochter. Nou, leuk. Die is jarig. Gefeliciteerd. Hier staat uw auto. Ja, dat is de auto. Fijn. Ja, de voordelen van de particuliere voorziendst zijn dat het op de eerste plaats voorziet in een behoefte voor ouderen die zonder begeleiding de deur niet uit zouden kunnen. Ja, en dan ben ik ook heel blij met deze vervoer. Op de tweede plaats maakt het burgers actief die voorheen nog niet actief waren. Ja, nou, wij doen het als vrijwilliger. Ik doe het heel graag. Ik vind het ook heel leuk werk, dankbaar werk. Ja. Ja, mensen zijn altijd blij dat je ze komt halen. En ten derde voor de organisaties in gemeenten die willen aansluiten. Want het heeft een hele lage exploitatie. Dus interessant voor elke organisatie om deel te nemen. Okay. Ik zie het, denk ik. Nou, kijk, jou hoor. Ja, ik zie het. Oh, ja. Ja, daar staat ze. Oké, leuk. Oh, leuk. Vond een hele leuke rit. Dank u wel. Tot vanmiddag. Ja. Dag, Ed. Zo zeggen mensen. Haak aan en doe mee.